kijkers en super dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Mijn naam is Rune en vandaag doen we een review over de nieuwste Nike Dunk High Clot Flux. Dat is een app dat je gratis kan downloaden uit de App Store of de Google Play Store. Eigenlijk op elk apparaat kan je deze gratis downloaden. Hier kun je meedoen aan raffles en met sommige raffles doen ze worldwide shipping. Het enige nadeel daarbij een beetje is, soms wordt de BTW, de taxen, ineens mee ingerekend in de prijs. En soms krijg je achteraf een mailtje of een briefje dat je dan hier in België €80 bijvoorbeeld moet betalen aan het verzendbedrijf. Voor deze schoen, al in naar België, heb ik €196 betaald. En ze kwamen in deze doos. Maar eigenlijk, ja, het is een special box met het halve Nike logo en aan het halve Clot logo, wat ik best wel nice vind. Ook op de achterkant van de doos staat dit. En hier staan Chinese tekens en hier staat eigenlijk Clot Family. Hier krijg je dan ook je size tag. Het is een 8,5, het is een 42,5. En de colorway is multicolor, white multicolor. Dat gaat direct allemaal duidelijk worden waarom dat die zo wordt genoemd. De schoenen komen ook met een special card. Die zit hierin, maar ik ga ze niet open doen. Want dat kun je zien en dat gaat misschien ooit in de toekomst de waarde van de schoen naar beneden halen. Maar dus hierin zit een special card. Dit zijn alle special cards die te verkrijgen zijn. Met twee speciale gehandtekend door Edison Chin. Het eerste dat ik eigenlijk ga doen met jullie is een kleine vergelijking. Daarom heb ik ook een andere dunk hierbij. En zoals sommigen van jullie wel weten, op een dunk zitten altijd van die overlays. Van die flapjes van voor en ook hier bij de toebox. Maar als je kijkt naar de Clot dunk, zie je eigenlijk dat de enige overlay die is gebruikt hier van voor zit. En eigenlijk voor de rest enkel stitches zijn gebruikt. Bijvoorbeeld hier van achter. Om de illusie van een overlay te creëren. Zelfs de tong is er niet. De swoosh is er niet echt. Mijn excuses. De swoosh is er niet echt. Die is eigenlijk gewoon met een stitch rondgezet. Zodat je het effect van een swoosh toch hebt. Zoals ik al zei zijn de overlays een illusie. Maar dat is niet het enige. Zelfs de hele kleur van deze schoen is een illusie. Hij ziet er chromé uit. Maar door de lenticular coating dat ze hebben gebruikt. Dat is zoiets als op een placematje. Zoals je al kan horen, hebben ze eigenlijk zwart-wit gezet, waardoor je deze chromé kleur gaat krijgen. Dus eigenlijk is het zwart en wit, maar door die combinatie krijg je dit zilver-chromé kleurtje. Wel ben ik blij dat ze hier op deze schoen voor een witte midsole hebben gekozen. Zelfs een witte outsole, want ik denk dat dezelfde kleur niet echt mooi geweest zou zijn. Ook hebben ze witte laces, een witte sockliner en eigenlijk het enige lederen deeltje op deze hele schoen. Een lederen witte pooltype gebruikt. Vind je nu de witte laces helemaal niks? Kan je ze nog steeds switchen met deze glinsterende witte en deze grijze laces? Ook zitten er in de insole allemaal kleine gaatjes. Ik weet niet of je het zo echt gaat kunnen zien. Maar ja, ook wel een leuk detail met daarop dan Nike in het zwart. Het leukste detail voor mij aan deze schoen is natuurlijk de Nike tag. Die switcht hoe dat je hem houdt. Dus zo heb je het Nike logo. Dan heb je zo het Clot logo. Dus best wel nice. Maar nu eens kijken hoe nice ze on feet zijn.
de Nike Dunk High Cloud Flux. Hopelijk vond je hem leuk. Zo ja, klik dan zeker even op dat blauw duimpje omhoog. Klik hieronder ook zeker eventjes op dat abonneerknopje. Het is volledig gratis en je helpt me er ook mee. Vergeet ook niet mijn social media te volgen. Die staat hieronder zo. En dan zeg ik zoals altijd, kijk eens liken en like eens subscriben. Ik zie jullie graag terug bij de volgende video.